De opening van het marathonseizoen is traditioneel op de Jaap Edebaan in Amsterdam. Als de blaadjes vallen en de lampjes weer worden ontstoken, dan gaan we koersen zoals dat zo mooi heet. De dames, ja, die beten het spits af. Aanvallende wedstrijd, maar geen enkele aanval was succesvol. 13 ronden voor het einde werd de wedstrijd ontsierd door een massale valpartij met diverse slachtoffers. Daarna herstart en finale. Ze kiezen allemaal hun pion om achter te zitten. Ja, je ziet ook dat de hele Zierstrein eigenlijk wel netjes op vlagvolgorde zit. Met Margot van der Merwe ertussen in een ander pak. En Bianca Rozenboom komt er ook aansluiten. Hè. Die hebben nu echt een hele flinke ploeg daarvoor in. Nog steeds, Karien Kleibeuken. Ah, en we tellen af hoor. Ja, de Sius U Plus ploeg. Het zijn de twee satellietploegen in het roze en het geel. We zitten daar nu met 6 dames sterk. Ja, met Bianca Bakker, maar ook met Bianca Rozenboom als goede sprinters. Kelly Schouten, Margot van der Merwe, ja. Wie niet? Ja. Als ik hun trein er nog omheen verwacht, dan zal dat hun trein zijn. Alhoewel ik me ook voor kan stellen dat ze ervoor kiezen om het initiatief aan Irene te laten. Ja. 3 rondes nog te gaan. Karien Kleibeuker, ja. Dit pakt wel heel veel punten over de leidersprijs. Dat is dan wel weer mooi. Maar ja, ze houden het tempo ook gewoon heel hoog. Nog 3 rondes. Karien Kleibeuker gooit een hand los. Dat betekent dat ze aan het versnellen is. Tempo nog hoger. Ja, dat is... Iedereen schouwt op 2 plekken erachter. Ja, daar zie je niks van af, hè? Nee. 2 handjes. Hier zie je dat de Sius-trein buitenom gaat proberen te komen. Terecht, denk ik ook. Kelly Schouten. Oeh, ja. Die stapt er slim tussendoor, want Karien Kleibeuker is klaar. Merel Bosma moet reageren. Dat is Mieke van Maren die daar... Handig tussendoor. Wat handgemeen met Merel Bosma en Irene Schouten. We gaan bellen. Oh, er komt ook de dames van Kenneth. Manon Kamiga zit er ook nog bij. Nou, je ziet daar dat Laura van Antwoord gebracht wordt naar voren. Ja, die zal dan de sprint voor Kenneth moeten rijden. Ja, Kelly Schouten nog steeds. Maar met Merel Bosma. Maya de Jong er ook bij, hè? Ja, netjes hoor. Nu gaat Irene gaat aan. En daarachter zit Iris van der Stel. Die heeft een goede wiel gekozen. Ja, die zit achter Irene Schouten. Maar Schouten slaat wel een gat hoor op Iris. Ja, goed. Dat lijkt het. Het is gewoon zo. Irene Schouten, die natuurlijk een prachtige wedstrijd rijdt. Gaat hij de wedstrijd winnen? Amsterdam. Ja, met overmacht. Irene Schouten, Iris van der Stel en Bianca Bakker. Bianca Bakker. Ja, die pakt die derde plek voor... Mooi voor Sius. Manon Kamiga. Ja. Dan zie je dat die trein toch niet voor niks is. Hier nogmaals de sprint. Wat eigenlijk geen sprint was. Er staat geen maat op Irene Schouten. Zij wint met overmacht hier in Amsterdam. Iris van der Stelt, tweede. Maar doet ook meteen weer hele goede zaken voor het klassement. Ja, en Bianca Bakker, die is blij. Logisch. Hele rustige wedstrijd met een kotsgek eind. Het was inderdaad een hele rustige wedstrijd. Er kwamen geen groepjes weg. Een aantal keer met een groepje geprobeerd, alleen het ging gewoon te langzaam. Heel jammer, want ik maak er graag een harde wedstrijd van. Maar ik dacht, ja, als ze niet met me naar de kopgroep, met me naar de finish willen, dan maar een sprint. En Karien deed echt vanaf ronde echt super. Die trok hem super aan. Hield de tempo goed, zodat niemand erover kwam. En als je dan, een beetje jammer van die valpartij. Maar uiteindelijk is het bij ons nog goed gegaan. Gefeliciteerd en bedankt. En ik zie je dadelijk op het podium. Ja, zal ik niet. De heren schaatsen op de Jaap Edebaan hun wedstrijd om de KPN Cup over 125 ronden. Alle grote mannen waren aanwezig en een opvallende verschijning en zeer actief in de wedstrijd was Pieter Michael, de Nieuw-Zeelander. Al vroeg in de wedstrijd reed een omvangrijke groep weg. Dit bleek de grootste groep te zijn. En ja, daardoor werd bijna de helft van het peloton geëlimineerd en kon de douche opzoeken. Vanuit de kopgroep een nieuwe aanval met 9 rijders.
En de 9 rijders, zij moesten gaan strijden om wie hier op de Jaap Edebaan de overwinning zou kunnen pakken. De 9 man, Sjoerd de Hertog, winnaar van het klassement afgelopen jaar. Marco van der Tuin, verrassend dat hij erbij zit. Willem Holwerf, ja, dat is natuurlijk al Nederlands kampioen Maastricht. Ingmar Berga, die weet altijd wat win is. Pieter Michael, die verbaast me echt hier. Ook even alles handje eruit bij Bob de Vries. Ah, Jan Stroet, die gaan nu op plaats 4. Ja, de jury houdt het goed in de gaten. Ja. Max Stoltenborg laat ook lopen. En Michael, hè? Ja. Ja, maar wel. Hey. Hij pakt hem. Hey. Hij pakt meters. Nou moet Stroet gaan zetten. Oei. Nou moet Stroet gaan zetten. En dat is slim bedacht van Sjoerd en Hertog. Ja, daar komt hij hoor. Ja, want die zit achter Stroet gaan. Maar goed, wie is uiteindelijk de lachende derde? Ja, Pieter Michael. Kijk eens een gaatje. Stroet gaan, Sjoerd en Hertog. Ja, en ook Jullie Haring. Ook Jullie Haring zit goed. Michael nog steeds voor Stroet gaan. Die komt buitenom. Die neemt Sjoerd en Hertog mee. Ze zijn er nog. Ja, nu zijn ze er langs. Maar Michael is nog niet verslagen hoor. Struttiga, rechte wow, en. Knap. Struttiga, shoot the head of. Nou, het is shoot. Wauw. Ja, shoot the head of. Ajo, shoot, gaat Pieter Michael. Hij pakt weer de leiding. Nou, en ik denk die overwinning. Dit geeft zelfvertrouwen. Zo. Nogmaals die sprint. Hier lijkt het Ajax toe. Ik ga op rozen zit. Sjoerd de Hertog stuurt naar buiten en heeft gewoon meer snelheid. Nou, het was pokeren, want ja, de Hertog die reageerde in eerste instantie niet op Pieter Michael op die aanval. Sjoerd, gefeliciteerd. Hey, hoe ging deze wedstrijd voor jou nadat jullie een ronde voorsprong hadden? Ja, toen was het ineens nog maar een half pelotonnetje. En ja, dan is het even goed kijken welke namen daar wel en niet bij zitten. En overal scherp bij blijven. En heel netjes uitgespeeld. Het zag er naar uit dat Bob de Vries je toch ging pakken op de streep. Maar het was echt bijna niks. Ja, Stroetiga. Ja, ik zat nog een beetje in de knal in de laatste bocht. Ik denk, ik moet wel zorgen dat ik een goede lijn kan blijven rijden. Maar uiteindelijk kwam ik met meer snelheid uit de bocht. En toen wist ik het eigenlijk bij het uitkomen van de bocht al van ik ga er voorbij. Nou, gefeliciteerd man. We zien je zo op het podium. Dankjewel.